Hey mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal Steven. Abonneer op mijn kanaal, like deze video. Doe zeker een duimpje omhoog en laat een commentaar beneden in de reacties. Alle sociale media linkjes en YouTube kanalen van mij staan hier beneden in de beschrijving. Ik heb gezegd op mijn vlogkanaal abonneren, op mijn reageerkanaal en op mijn shortkanaal. Linkje staat niet in mijn beschrijving, maar staat wel op mijn YouTube kanaal onder het balkje kanalen. Dus dat kunt u dus vinden. We gaan op een paar haatreacties reageren op TikTok. Ik heb er een paar video's bijgenomen. Dus ik kreeg een paar reacties onder een video waar ik op een leuke reactie, op een interessante reactie kreeg. En hier is de eerste Steven is niet veranderd, hij schuilt niet in het Chinees. Was dan even een onnozele reactie, echt waar. Hallo veranderd, ik heet alias. Dat is ook weer zo'n onnozele reactie, maar ja, dat zijn gewoon mensen die eigenlijk niks te doen hebben. En die dan ik haat gays. Dat maakt niet uit. Iedereen mag zijn en moet voelen hoe dat hij of zij is. Als je gevoelens hebt voor jongens, heb je gevoelens voor jongens. Als je gevoelens hebt voor meisjes, dan heb je gevoelens voor meisjes. Ben je gay, ben je homo, maakt niet uit, zolang dat je maar gelukkig bent. We moeten daarvoor betalen. Echt, dan zo, ik had dus een video geplaatst dat ze een abonnement mogen nemen op mijn live en dat is 6 euro per maand kreeg, dat is de reactie op. Steve, wij betalen niet voor zo'n onnozelaar als jij. Ik heb uw commentaar niet gevraagd, hè? Dus dan gaan we de volgende video erbij. Dat is deze. Maar ik kan serieus niks. Dus dat is ook zo'n reactie op een hele leuke video die ik gemaakt heb. En dan kreeg ik dat. Man kan serieus niks. Ik denk dat die persoon deze persoon kan niks. Dat denk ik. Als hem zo'n ogen doet. Fout, het moet hoi zijn. Ik zeg ook. Hoi is in het Nederlands, hij is het Vlaams. Je bent bevriend met Stef, hij zegt dat je hem hebt bedrogen met die Javan, is dat waar? Natuurlijk niet, want Javan valt niet op jongens en Stef heeft mij bedrogen voor de 100.000ste keer. Meer dan dat zeg ik er niet over. Fantoletien, toppertje. En dan hier, ze schelden zo met Engelse woorden en dan denk ik, die heeft een grappigste. Maar ja. Dat ze denken dat ze grappig zijn, hè. En dan gaan we naar de volgende. Hier op deze video, echt. Dan ons. Weer al in nieuw lief. En Stef, die jij hebt bedrogen, ga je deze ook weer bedriegen. Stef heeft mij bedrogen, hè. Nou ja, dat is ook zo. Maar Stef zit gewoon mij zwart te maken en dat doet hij niet. Lekker hoor, volgende is binnen. Annozel dat dat is. De Arne is gewoon een vriend van mij. En ik maak er dus één keer een leuke TikTok over. En ze denken direct dat dat mijn lief is. Alla. Ze mogen denken wat ze willen, maar dat is niet zo. Jup, hoe meer Peter, hoe beter. Zoiets zei je ook al niet, vind ik. Zoiets houd het beter voor jezelf als je dat vindt. Waarom bedrieg je Elias? Ik bedrieg Elias niet. Elias is mijn beste vriend. En meer dan daar heb ik er ook niet over te zeggen. Maar ik ben me aan het ergeren in al die haatreacties. Dus dit was de video. Dan kan ik weer kijken. Tot de volgende keer.